Wie van Vlissingen naar Breskens in Zeeuws-Vlaanderen wil reizen of omgekeerd, moet gebruik maken van de pont over de Westerschelde. Voor de overtocht van voertuigen moet betaald worden, sinds 8 jaar geleden het kosteloze vervoer werd afgeschaft. Na een tocht van 20 minuten bereiken de ponten die een uur dienst onderhouden de andere oever. De beslissing van de regering nu om de tarieven te verhogen en om ook passagiers te laten betalen, lokte in Zeeuws-Vlaanderen felle protesten uit. Men vreest dat het isolement van dit gebied daardoor nog geaccentueerd zal worden. Om aan hun actie voor vrije veren kracht bij te zetten, begaven 1500 Zeeuws-Vlamingen zich deze dagen via Antwerpen naar Den Haag in een stoet van 800 auto's. Met spandoeken gewapend verzamelden de Zeeuwen zich op het Binnenhof voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat en hun eis lieten ze duidelijk horen. Met eerbied begroette de menigte de 72-jarige veekoopman Colsen, die voorzitter is van het actiecomité. Uit volle borst zong hij het speciaal gecomponeerde Vrije Verenlied mee. Kort hierop ontving minister Algera het comité voor een onderhoud waarin hij slechts kon mededelen dat de nieuwe tarieven in overleg met gedeputeerde staten van Zeeland reeds zijn vastgesteld. Teleurgesteld over dat resultaat hebben de Zeeuws-Vlamingen besloten hun actie voor te zetten en Vrije Veren te blijven eisen.